De vaktrainingen in het kader van het Basic Need Trust van het project, van grassroots tot ondernemer en het om her- en bijscholen van werklozen en werkzamen, zijn met succes afgerond door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling SAO, een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank en heeft als doel het versterken en of bijbrengen van de nodige hard skills en soft skills van voornamelijk werkloze jeugdigen. 32 cursisten hebben een certificaat in ontvangst mogen nemen en wel van de trainingen Gawasa, elektrohuisinstallatie, huishoudkunde en textiele werkvormen. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op donderdag 14 oktober 2021. Vandaag kan met trots teruggeblikt worden op een positieve uitvoering van het BNTF-project en de afronding van de 4 vaktrainingen, met name, zoals eerder aangekondigd, elektrohuisinstallatie, Gawasa, huishoudkunde en textiele werkvormen. De SAO heeft als instrument voor werkgelegenheidsbevordering via het aanbieden van vaktrainingen mede inhoud gegeven aan de ontwikkeling van klein ondernemerschap en het stimuleren van zelfwerkzaamheid. Onze dank aan de minister AWJ, haar team en het ministerie van Financiën voor het in ons gesteld vertrouwen. De meerwaarde voortvloeiend hieruit is dat er meer bekendheid is gegeven aan de SAO. De methode van instructies geven is enigszins aangepast. De begeleiding van cursisten is ook iets ruimer geweest, want we moesten echt wel aan ze trekken en blijven motiveren om de vaktrainingen te bezoeken. En we mogen trots zijn, want we hebben heel weinig uitval gehad binnen deze 4 groepen. Mag ik u feliciteren met dit behaalde resultaat en ook de samenwerkende partners en natuurlijk het ministerie van Arbeid met dit resultaat dat nu voor ons ligt. Laat u zich niet uit het veld slaan, cursisten. En het gaat u goed. Door deze vormen van samenwerking wordt er gewerkt aan een structurele mobiliteit van de factor Arbeid. Dank u. Voordat ik verder ga, alvast een groot applaus voor de cursisten. De cursisten hebben in feite vandaag getoond dat ze hun eindstreek hebben behaald. Een grote inzet, want het leek erop alsof, hey, we gaan niet verder. COVID-besmetting hier, COVID-besmetting daar, extra maatregelen, de training wordt verschoven. Maar vandaag zijn we hier, u krijgt uw certificaat. Het is niet alleen een certificaat, en ik verwijs naar de woorden van kapitein Manisien en ook naar de directeur SAO. Het is maar nu voor u om door te gaan. Het is een inzet dat u heeft gepleegd. Het is gratis, maar het begint ergens. En dit is nu voor u. De stappen moeten voort. De minister van Financiën, de heer Ashaibasin, die heeft vaker gezegd, we moeten onafhankelijk kunnen functioneren van de overheid. Geen handje meer open houden. En dit is nu het moment, want nu kunnen we verder. Er zijn trainingen, Elektra en Gawasa geweest, maar binnen het uitvoeren van het herstelplan zullen we straks, en ook in de naaste toekomst tenminste over een jaar, zullen extra huizen gebouwd worden. En daar zullen we u nodig hebben. Daar gaat u van te pas komen. Want nu is het moment om weer die training op te pakken. U moet blijven voortgaan en dan zien we hoe ver we komen. Want u gaat zelf in uw eigen onderhoud kunnen voorzien. Gefeliciteerd. Ik sta vandaag met trots hier als minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. En ik zie 32 blije gezichten. En dat doet me goed. Dat we hier vandaag kunnen staan met u die in zichzelf heeft geïnvesteerd. Die gekozen heeft om in uzelf te investeren en te zeggen, ik ga voor zelfredzaamheid. Dat woord is een paar keren gevallen vandaag, maar dat is de main point van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. U heeft gekozen om in uzelf te investeren. En ik zeg elke keer weer, investeren in jezelf is investeren in je toekomst van morgen. In de toekomst van uw kinderen.
Want als u op uw benen staat, gaat u die opvoeding geven, zodat uw kinderen op hun benen kunnen staan. U gaat het voorbeeld zijn van de toekomst van morgen. En dat is belangrijk. Bij mijn aantreden heb ik als eerste de vakscholen gebruikt. En dat is SAO, SPWE, mijn verontschuldigingen, directeur SPWE, welkom. SHTTC. En ik zeg, dit jaar is dat ons focal point. We hebben genoeg de afgelopen periode gekeken naar arbeidswetten. Die zijn er, die zijn heel erg belangrijk. Die schaven we bij, die geeft onze aandacht. Maar waar ik naartoe wil gaan als ministerie, is werkgelegenheid, is zelfredzaamheid, ondernemerschap. Dat is heel erg belangrijk. Ik ben van mening dat KMO's, kleine ondernemers en micro-ondernemers, de ruggengraat zijn van de economie van een land. We kunnen hele grote bedrijven hebben, maar als ze u niet hebben, iemand die installatie kan doen, iemand die gewasa kan doen, dan is het bedrijf ook nergens. Een bedrijf valt en staat met zijn personeel, met zijn arbeiders. Dus een extra applaus voor uzelf, participanten, dat u heeft kunnen bewerkstelligen en dat u vandaag uw certificaat in ontvangst gaat nemen. Mevrouw Bouwman, we zijn trots op u. Uw naam zegt het al. Bouwman. Dus u gaat bouwen en u gaat opbouwen. Ja. Dus geeft u niet op en gaat u ervoor. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Dan krijgt u van ons een naaimachine. Gedoneerd ook door mevrouw Zeeuwse Haai uit Nederland. En maakt u er goed werk van. Ik wil u over een jaar als ondernemer zien. Alsjeblieft. Heel veel succes. De training was heel goed voor mij. Ik was laat begonnen, maar toch heb ik die lessen kunnen inhalen. En de dames waren leuk, gezellig. De leerkracht was geduldig, want niet alles begreep ik in één keer. Maar toch heeft ze me alles goed kunnen uitleggen. Bepaalde van de vrouwen hebben voor het eerst gestikt, van de dames hebben voor het eerst gestikt. En ze hebben het goed gedaan. Ik heb de vaktraining gewassa gevolgd. Ik heb de training ervaren als een echte uitdaging als jongere om weer inzet te zetten, om te gaan leren. Want ik heb het al bijna een aantal jaren niet gedaan, dus ik moest weer mezelf gaan vechten om weer met boeken en mijn schriften gaan zitten om mijn inzet te zetten, het uiterste te zetten. Mijn vaktraining is installatie elektra. Met mijn opgedane kennis ga ik mijn opgedane kennis uitbreiden, meer kennis gaan zoeken. Bij mensen gaan bemoeien van hoe heb je dit gedaan, als ik wat zie van dit is nieuws, hoe heb je het gedaan en zo. Mijn boodschap naar de jongen toe is gewoon blijf op school, ga niet op hoeken zitten hangen, het brengt je nergens. Denk gewoon naar je toekomst.